Ik hanteer zelf op mijn praktijk inmiddels dat als er na 3 telefoontjes er niet uit zijn, dan bel ik de zorgverzekeraar en zeg ik, ga jij met je zorgbemiddeling maar zorgen voor een thuiszorg. Ja. Dat pakken we dan morgen op. Dan zeg ik nee, want als ik vandaag bel, dan bel ik niet voor morgen. We zijn nu op het callcenter van Hadox. En hier komen alle telefoontjes binnen van de mensen die met spoed hulp nodig hebben. Ja, ik vind het indrukwekkend hoe het hier opgezet is met triagisten, met regieartsen, met telefoonartsen. En hoe daar op een enorme positieve manier samengewerkt wordt. En met eigenlijk hart voor de huisartsgeneeskunde. Maar wat echt een van de knelpunten is dat er zoveel wijkverpleegkundige VVT-instellingen zijn, dat je eigenlijk niet echt een samenwerkingsrelatie op kunt bouwen. Nee. Veel te veel poortjes waarbij ik geen idee heb wat daarachter gebeurt. Dus eigenlijk kan ik daar niet met een goed fatsoen naar verwijzen. Of een enorme hoeveelheid aan poorten die dicht zit. Ja. Dat vind ik echt het meest frustrerende. Maar wat je ziet is dat met name de samenwerking in de regio heel verschillend is per regio. Dat soms nog wel wat beter kan. Waar het volgens mij naartoe zou moeten, is dat niet alleen de huisarts, maar ook de VVT-instellingen en ook de GGZ-instellingen, dat die een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor de zorg in zo'n regio. Ja. En dat je dus niet kunt zeggen, ik zorg heel goed voor de mensen in mijn instelling. En vervolgens sluit ik mijn instelling en de mensen die daar buiten staan, dat kan zoveel beter. Ja. Ja, ik denk dat het goed is dat ze op een positieve manier aandacht vragen voor de overbetollige regels, administratie. Ja, en tenslotte natuurlijk de huisvesting. Dat heeft ook met het eerste deel te maken. Doordat we complexere zorg zijn gaan leveren, doordat we meer zorg zijn gaan leveren, heb je gewoon een veel groter team. En dat grotere team heeft ook plek nodig. 1. Zorg dat de huisarts in de wijk genoeg ruimte heeft. En 2. Zorg dat in elk nieuwbouwproject er gewoon rekening wordt gehouden dat er een eerste lijnsvoorziening moet zijn. Huisartsenzorg door een vaste huisarts, waarmee je echt een goede relatie kunt opbouwen, waardoor je continue en persoonlijke zorg kan leveren. Minder regels, minder administratie geeft meer tijd voor zorg. Nou, dankjewel. En bedankt.